Het traditioneel gezag staat achter de totale lockdown aan de oostgrens. Dat zei Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, op de COVID-19 persconferentie gisteren. Feira benadrukte dat het besluit voor een totale lockdown in samenspraak met het traditioneel gezag is genomen. De medische zending heeft momenteel de taak om alle dorpen aan de oostgrens te bezoeken en na te gaan welke mensen in contact zijn gekomen met de besmette personen in Frans-Guyana. Er was gevraagd voor strengere maatregelen dan die er nu zijn. Maar we hebben, toen zijn toch tot de conclusie gekomen dat een totale lockdown op de rivier het beste is. Waarbij we dus ieder in house, in het dorp houden en de gelegenheid geven aan de medische zending om langs die 200 plus dorpjes en kampjes te gaan. Om daarna te gaan wie is in contact gekomen met de mensen van de overkant. U weet, de Grand Santi, de Maripasula en andere dorpjes is er een influx van besmette gevallen. En we weten dat de mensen over en weer gaan, elkaar bezoeken. En we weten ook dat mensen geslapen hebben, ook aan de Surinaamse zijde. Dus het maakt, het is noodzaak voor ons, zoals dokter Jasrin het had aangegeven, om datgene wat we nu hebben zo te houden. En die dreiging ons niet te laten overkomen dat het echt wordt een heel groot probleem voor ons. Dus wij moesten dit doen. Luitenant-kolonel Jerry Slijngaard benadrukt dat de oostelijke grens van Suriname nog steeds een groot zorgpunt is. En daarom schenkt het managementteam er zoveel aandacht aan. Er komen een heleboel mensen vanuit het oosten naar binnen. En overal waar je iets zet, het lijkt op je weet als je een ballon hebt gevuld met water en je perst aan deze kant, dan bobbelt hij weer aan de andere kant op. Dat is waar het op lijkt. En we hebben veel de behoefte gehad om elke keer te praten en te vragen. En ik moet heel eerlijk zeggen, met de operatie die nu wordt uitgevoerd, wordt er vreselijk veel ondersteuning verkregen. Ook vanuit het gezag daar aanwezig, maar ook alle mensen daar. De mensen zijn heel erg blij dat deze operatie wordt gedaan. De mensen begrijpen waar het om gaat. Het zijn enkelingen die eigenlijk een beetje macho-achtig gedrag tonen om aan te geven van ay ishi toch midoro. Toch de man zogenaamd de man tapu toch midoro. Wel te doro na paramaribo en mierpd, dat wordt een tikkie. En dan wordt het daarna wordt er elke keer een gebedel en alsjeblieft, alsjeblieft en noem het maar op. Soms versta ik geen Frans. Dat was luitenant-kolonel Jerry Slijngaard gisteren op de COVID-19 persconferentie in de congreshal. De lockdown geldt voorlopig tot 10 mei.